Op een tennisbaan in Hilversum zagen we onlangs deze vreemdsoortige fietsen. Met daarbij een aantal ondernemende jongelui die zich een nummer op de rug lieten hangen, een valhelm opzetten en op die laag bij de grondse fietsen op de tennisbaan rondjes gingen rijden. De Cycle Speedway maakte zijn debuut in Nederland. Deze sport leidt de jongens op voor de echte speedway op motoren. Wat ze nu met de pedalen doen, gaat dan met de gashendels. Maar het voetenwerk in de bochten zal hetzelfde blijven. De bekende motorrenner Bertus van Hamersveld was tijdopnemer. Want het ging erom wie de snelste tijd maakte over 4 ronden. De jongelui doen op deze wijze veel ervaring op. Zelfs in het vallen.